Bye. Meekomen van de kinderen. Oef. Oef. School zijn. Die de kids maar maken. Is dit jouw dansje? Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's. Honden zeggen natuurlijk niet veel. Nee, wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. En het is nog steeds mijn vakantie. Dus je komt ook even hi zeggen. Hi. En we zitten in de coronacrisis, dus we zijn lekker thuis aan het chillen. En vandaag hebben we niks op de planning. Geen idee wat we vandaag kunnen gaan doen. Maar de kinderen zitten eerst even lekker te ontbijten aan de tafel. Goedemorgen, kinderen. Goedemorgen. En papa die is bovenop zolder nog even wat aan het werken. Hoi, Lexie. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Hoi. Oh, mee. Mee. Goed zit Lexie. Mama? Ja? Wil je nog wat vertellen? Mama? Ja, ik ben mama. En wie zijn dit dan? Wolf. Woesel en? Pip. Pip. Lexie kan Pip zeggen. Pip. Ja, Pip. En ook een goede morgen van mij. Ja, ik was boven aan het werk, maar ik kwam achter één ding. Het is 5 mei. Vandaag mag het eigenlijk niet gewerkt worden. Dus ik belde mensen en die zeiden, maar het is 5 mei. We zijn vandaag niet open. Oh echt? Deed je dat? Ja, dat was een beetje een foutje van mij. Hij zei wat apart, wie belde nou 5 mei? Ja. Wie heb je gebeld dan? Ik, ja, dat was verschillende mensen, maar dat werd niet zo gewaardeerd. Dus sorry, op 5 mei kan ik beter niet bellen. Nee. Dus ik ga morgen maar weer verder met bellen. Het is vandaag, herdenken ze dat Nederland is bevrijd van de oorlog. En dat we mogen leven in vrijheid. Dan gaat papa gewoon bellen. Niet sorry. Het is een soort herdenkingsdag en een feestdag. Gisteren was herdenking, vandaag is de feestdag. Ja, dus we gaan maar feesten aan huis hier. Mag ik even stellen? Zijn jullie winkeltje aan het spelen? Ja. Mimi. Ja, met Mimi? Ja. Zullen jou? Ja. Mimi. Ja, maar als ze ook mijn naam wil zeggen. Mimi! Grote zus. Grote zus moet ze dat zeggen. Grote zus. Mimi. Oh, Dixie. Mijn naam is nog iets te moeilijk. Ja. Zeg maar Luan. Kan je zeggen? Zeg maar Luan. Mimi. Ze zegt Mimi, Luan. Ja. Nee, want ik had het zeggen. Ja, dat zei Lucilla ook toen ze zo klein was als Luxie. Mimi. Mimi. Ja. Mimi. Ja. Mimi. Ja. Mimi. Maar Luxie, wie is Mimi dan? Wie is Mimi? Oh, is dat de kassa? Wie is Mimi dan? Volgens mij heeft ze niet eens in de gaten wat het nou betekent. Mimi. Nee, Mimi, ze zegt iedere keer Mimi. Nou kinderen, wat zullen we eens gaan doen vandaag? Jou mooi maken. Ja? Mij mooi maken? Ben ik niet heel mooi dan? En ben je heel saai. Saai? Kom hier, ben ik saai? Ja. Wat is mama saai? Kijk, dit is wit. En ja, is heel saai. Maar saai. En hier is geen staart, mooie clipjes of een haarband. Nee, ja, Lucilla wil altijd mooi haarbanden. En, kijk, dit is haar outfit van vandaag. Weer heeft ze weer zelf uitgezocht. En haar moet ik zo doen. En, maar ik heb haar alles klaargelegd. Wat heb je dan? Ik heb haar alles klaargelegd. Ja, kijk maar. Ja, en dat klopt, want ze wilde vanochtend al van alles doen. Dus we hebben even wat dingetjes naar beneden gehaald. Want wat gaan wij doen dan? Mama, mijn kippen en een nieuwe outfit aan doen. En haar moet doen. Oh, de film op te noemen. Ja, de film. Wat we dus gaan doen vandaag, aangezien mama toch niet erop uit hoeft... Gaan we, ze vinden die mama saai en ze willen mama een make-over geven. Wat is een make-over? Ja, dat, zo noem je dat, wat jullie willen doen. Dat noem je dat, mama gaat in de make-over, zeg maar. Dan kom ik eruit en dan roep, ben ik opeens helemaal gemake-overd. Getransformeerd. En oh, we hebben ook spuitbus in de house, zie ik nou alweer. En hier zitten make-upjes in. Allemaal haardingetjes. Hier haardingetjes, zie je dat, Luxie? En een beetje haarlak. Een haarlak. Gaan jullie een kuif maken? Of een punk zo? Of een, Nee! Ja, gaan we maken! Nee!
Mama gaat in de make-over. Maar voordat mama in de make-over gaat, Lucilla, moet je wel even een voorfoto maken. Want dat doen ze altijd. Dan doen ze eerst een foto maken van hoe het is. En dan straks maak je een foto van hoe het na de make-over is. En dan kun je zien wat het resultaat is. Oh ja, ze heeft de telefoon al. Nou, gaan we eens even kijken hoe we een foto kunnen maken van mama. Jongens, ik laat me gewoon verrassen vandaag in een make-over van de kinderen. Hi. Ik ben heel benieuwd. Ga je mama meehelpen? Ja. Ga je mama ook mooi maken? Ja? Ja? Nee. Nee? Wat dan? Ja? Oh, die. Die even laten zien. Ik heb al spullen. Die is mooi. Oké. Okay. Ja. Ah, kijk. Die komt nu al aan. Hé, maar ik zei tegen haar. Als je in de make-over moet, eerst een foto maken van mama. Een voorfoto. Oh, ja. Is dus eerst een foto maken. Nee, maar wel dichtbij. Kijk, kom maar. Oké, okay, ja. Dan leer je dat van mij. Zit mijn haar goed? Ja. Oké, okay. Lachen? Ja. Goed? Klaar. Oké, okay, ja. Nou, wat gaan jullie als eerste doen? Gaan jullie eerst even haar kammen. Luxie wil dat ook filmen. Eerst even je haar kammen. Oké, okay. Nou, gaat Luxie mama filmen. Goed? Boven beginnen. Zo, ga maar mama filmen. De vingertjes eraan. De lens. Oké, man, daar komt de eerste haarlak. Oké, hoef. Dicht. Ja, ja. Papa. Oké. Okay. Mooi zie je eruit. Okay. No. Is het mooi? En nu, hier zit een beetje. Wow. Ik zie die film wel met de vingers ervoor. Dus ik weet niet of ik jouw beeldjes kan gebruiken, Liefie. Ja? Ja, je hebt je vingers voor de lens. Oh, ik denk dat we klaar zijn. Oké, okay, we gaan iets anders meemaken. Mommy? Ja. Doei. Doei. Ik heb een haar. Ja. Nou, dit is Oké, hoe het rappen. Ik ga ook heel veel. En een beetje mafose. Luxie wil ook filmen, maar ze had er wel voor. Dat iemand anders jou... Heel anders. Oh, wat ga je doen? Niet te knijpen. Wangetjes. Niet knijpen. Okay. Je hebt best wel veel rimpels. Oh. Die lachen. Dank je. Mam? Ja? Oh, mooi Luxie. Mama? Ja? Oh, wat ga je doen? Ja, wimpers. Mijn wimpers? Oké. Okay. Oh nee, mijn wenkbrauwen. Ja! Oké. Silla, wat doe jij? Mooi? Ja. Ja? Je legt die andere. Oké. Mooi. Ja? Oké. Okay. Ik begin al een mooi kleurtje te krijgen. Ja, ja. Mooi. Ja, mooi. Heel mooi, Luxie. Eyeliner, dat is voor een zo'n lijntje boven je ogen te zetten. Ga je dat lukken? Mag wel, maar je moet wel voorzichtig doen. Nee, ik ga het niet doen. Nee? Nee. Okay. Daar nog, daar even. Nee, sorry. Is het mooi? Ik ga even boven mijn lippenstift halen. Oké. Ik ga het even. Ja. Mama ook nog een beetje? Ja, oké. Mama ook. Oh, rode wangen. Ook niet bij mama. Kan je beter bij mama. Oh.
Nou, Lucille die gaat nog even staartjes maken. In mijn haren. Ja. Dan kunnen ze de... Ja. Dan kunnen ze de haren verven. Mami, lijkt op Pippi Langkous. Ja. Hey Pippi Langkous, wil je vreemden op Sasha? Hey Pippi Langkous, die doet zijn eigen zin. Haar eigen zin. Lucilla die heeft staartjes erin gemaakt, maar Luan wil nog wat anders doen. Wat gaan we doen, jongen? We gaan glitter op. Ze weet het heel. Je moet een beetje verder weg dat je het hele haar komt. Verder weg. Maar nu, hier. Ja. Oh ja, lekker. Stop maar, Lucilla. Luan heeft dus hier een beetje lijm en hier wat glitter. Dus voor, speciaal voor op lippen. Het ziet er een beetje wit uit, maar zo meteen komt het mooi uit. Stinkt echt. Niet te veel, Luan. Nee. Zometeen al klappen mijn lippen op elkaar. Nee, joh. Ik heb wel nog een mooie veetje. Oh. Hak goed? Ja. Niet te veel praten, anders gaat het wegblazen. Nou, je bent klaar. Mooi? Ja. Nee. Nou. Mam. Ik vind het fantastisch mooi eigenlijk. Ach, liefie, je hebt die strikjes in mijn haar gedaan. Ja. Ik moet hem iets hoger doen, anders zakt hij uit. Nee, zo. Op het staartje moet het. Maar dan zakt hij uit, want mijn haar is zo glad als een glijbaan. Mam, die zakt niet uit. Oké. Nee, helemaal goed. Doe maar wat jij wil. Jullie feestje. Heeft Luan ook een beetje roze oogschaduw op jouw oogjes gedaan? En een lekker poedertje. Oh. En even haren borstelen. Vind je het mooi? En even wenkbrauwen geborsteld. Oh, echt? Mooi, hè? Mooi, liefie. Kijk ze naar zichzelf. Mama, weet je dit? Mooi, hè? Ja. Schatje. Nou, dan gaan we weer verder, oké? Gaan we weer verder? Ja? Lucilla, die kan niet wachten, liefie. Daar gaat hij. Wordt het mooi? Ja. Ik dacht, zijn er maar steeds. Zo mooi. Dit is rood, hè? Ja, dat is heel rood. Wow. Oké. Ja, dit is hem. Ja? Feestdag is, hè? Zo. Ik heb mijn lippen. Wow. Oh. Creatief, hoor. Nu nog zilver. Oké. Die heeft mooie glitter. Ja. Oké. Zo. Nou. ik vind het hartstikke mooi, jongen. Zie die andere kant. Gele handen. Je handen, eens kijken. Oh ja, je ook even je handen wassen. Terwijl.
wilden kinderen hun handen en het was saai. Ga ik eens eventjes mezelf bekijken. Ik moet heel eerlijk zeggen, kinderen, dat ik het best wel leuk vind. En heel origineel. En het is ook echt een hele andere look. Gewoon lekker. Ik lijk wel 10 jaar jonger. Alleen dan met een beetje rimpels. Maar mama? Ja? Doe je nu andere kleren aan? Andere kleren? Ja. Vind je deze kleren niet mooi? Nee, ik vind het wit een beetje saai. Vind je het wit een beetje saai? Nou, ja? Is alles helemaal goed? Ja, super. Oké. Okay. Super picobello, zegt Lucilla. Nou, gaan we eens even naar mama's klerenkast. Ik zie wel papa schommelen. Gaan jullie even buiten spelen met papa? Ja, met papa mee? Ja. Dat is goed hoor. Ja, lekker buiten met de hondje spelen. Ja, dat is goed. Ja, hier zijn die schoenen. Kijk eens. Ja, helemaal je schoenen aandoen. Nou, dan gaan wij even naar boven toe. Want ze willen natuurlijk mama ook nog even een mooie outfit aandoen. Hoppatee, hop naar boven toe. Zo, nou, dit is dus onze klerenkast. Let niet op de rommel, trouwens. Het is helemaal geen rommel. Nee, ja, ik heb alle anders in vuilniszakken gedaan. Dat zijn kleren die voor de winter... Dat zijn bij mama. Kijk, hier liggen al mijn kleren. Ik heb er eentje uitgezien. Heb jij de jurk gezien? Deze. Gaan we die aandoen? Mooi. Een hele mooie jurk. Dit is dus de jurk die ze hebben uitgezocht. En dan gaat mama even aandoen. Ja. 1, 2, 3. Tadaa! Tadaa! Wow, is dat mooi. Ja, die mooi, die jurk. Ja, maar dan... Ja? Die sokken passen niet zo erg goed bij. Nee. Wat? Moet je kijken. Heel charmant dit. Echt heel charmant. Oké, okay, Ja, nee, schoenenkast. Oké, okay, nou, dan gaan we naar de schoenenkast toe. Dan gaan we weer naar beneden. Ja. Vind je wel leuk? Volgens mij is dit nog een kerstjurk, jongens. Ja, is het een kerstjurk? Ja, hè? Ik vind hem wel hartstikke mooi. Ben je kerstboom? Hij staat mooi met mijn haren. Die... Ja. We staan nu dus in de kast. Nee. En nu ben ik schoenen aan het passen. Deze maar het is heel lang geleden, jongens, dat mama dit soort schoenen heeft aangehad. Ik pas ze nog wel. Zo, nou. Maar de hele dag dit aanhouden? Ja, dan moet ik het de hele dag aanhouden dan? Ja. Nou, spattig, dan staat die hele haar. Oké, okay, maar wat vinden we ervan? Welke gaat het worden? Moet ik die uit. Deze uit. Oké. Deze eruit. En die. Ja? Ook uit. En die ook uit. Ja. En dan deze. En die. Even kijken of die erbij past. Ja, ik moet zeggen dat ze er wel bij past. Maar moet je dat erbij? Moet je die even daar pakken? Ja, mama heeft niet vaak hakken aan. Mijn hakken liggen helemaal aan de kant. Het is heel bijzonder hoe die ook moet. Jullie vangen me al best naar beneden vallen. Ja. Nee joh. Zit die daar? Deze? Ja! De andere? Daar. De andere hakken aan. Die pas je nog wel. Zo. Wauw, je bent helemaal geslaagd. Nou, zijn deze hakken goed? Ja, op naar het feest. Dit zijn dus de hakken geworden. Let trouwens niet op mijn mega witte melkbenen die niet geschoren zijn. Dit had ik vanochtend niet aanzien komen. Dus ik heb mijn benen er niet op voorbereid. Maar goed, dit is zeg maar de outfit die de kids voor mij hebben uitgezocht. Dit leuke jurkje. Het is een beetje een fluweel, zacht kerstjurkje. Met deze mooie rode pumps eronder. Nou jongens, ik ben benieuwd wat papa ervan vindt. Is het helemaal goed zo? Ja. Dankjewel. Ja, mam. Oh, kus kan niet echt. Eigenlijk is dit juist nou een feestjurk. Een feestjurk? Ja, maar zullen we dan zelf een feestje maken? Een feestje maken? Gaan we dit opruimen en muziek aanzetten. Ja. En lekkers neerklaarleggen. Ja. Dat doen? Ik vind het hartstikke leuk. Want eigenlijk is het een feestjurk. Ja, ik vind het een goed idee. Oké, maar voordat we naar papa gaan, willen ze eerst nog even een nafoto maken. Ja. Oké. Van hoe mama er nu uitziet. Oké. Even kijken. Zet ik jullie even neer. Voor zover ik ergens nog een plekje kan vinden. Zo. Mam, ik heb al een foto van mijn kinderen. Nee, niet van mijn kinderen. Ja, nou maar, ik kijk even nog leuker, ja? Ja? Mag ik ook eens zien? Zullen we nu eens kijken wat papa ervan gaat vinden? Oké, okay, Daniel is hier buiten aan het spelen met Luxie, want Luxie wilde schommelen en hondjes zijn lekker buiten. Dan gaan we eens even kijken wat papa hiervan gaat vinden. Mama.
Oké, papa. Is het mooi? Is het mooi? Ja, dit vind ik heel mooi. Heel erg lekker. Nee? Ja, is dit wat? Heel mooi. Vind je het mooi? Ik vind die vlechtjes zo leuk. Kijk. Oeh. Mooi. Mooi, ja. Mooi, mooi. Ja, mooi, Alexie. Ja. Oogst gaan doen, mama. Ja? Nee, ik heb wel plak om mijn lippen. Deze. Nou, jongens. Hartstikke leuk. Oh ja, en ze willen een feestje geven, want ik zie er nu heel feestelijk uit. Dus ja. Ga je mee binnen lekker een feestje vieren? Het is beveiligingsfestival. Ja, ik ga wel ons eigen festival geven binnen. Luan heeft echt super lief dit bordje met komkommer en worst voor het feestje op dit tafeltje gezet. Heel erg lief gedaan, Luan. En Daniel is even gaan wandelen met Luxie, want die was moe van haar middagslaapje. Dus ja, daar komt hij al thuis. Heeft de hond even uitgelaten, Woesel. Ja, kijk, daar komt papa aan. We moeten maar zachtjes doen. Want Luxie is net in slaap gevallen in de kinderwagen. Lekker slaapje gedaan. Zo moe van het make-uppen. Jongen, gaan we eens eventjes laten zien aan papa wat voor een feestje we gaan maken. Hè? Kijk, we hebben de stoelen of de tafeltjes daar even weggezet, zodat dit hier de dansvloer is. Oh, dan moet mama natuurlijk wel weer de hakjes aan doen. Ja, die had ik eventjes uitgedaan, dames en heren. Want ik ben het niet meer zo gewend om op hakjes te lopen, maar hier zijn ze weer. Maar ik ben wel weer gewend. Zitten ze krap? Ja. Ja. Lekker soep. Het, ja, Luxie doet tegenwoordig de hondenbrokken in het bakje water van de honden. Eeuw. Nou, we doen weer even de hakjes aan. Wow. Ik ga je vast houden. Ging bijna. Ja, ja, allemaal maar vast. Goed zo. Oh, jongens. Ja. Oh, jongens, die hakken. Zo. Ah, ja, nou. Ze zitten er weer in. Klaar voor de dans voor Lu. Heb je muziek uitgezocht op Spotify? Dank je zo. Ja? Ga je beginnen met Cowboy? Ja, en daarna andere. En daarna andere. Nou, hartstikke gezellig, jongen. Zijn jullie klaar voor een feestje? Ik ben een cowboy met mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan mijn kant. Ik ben een cowboy. Ik ben een cowboy met mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan mijn kant. Ik ben een cowboy. Ben ik bang voor die boeven? Nu mag ik er verhoeven. Ga lekker af. Dat ook van dansen. Moet je dus een effendisch kant. Ja, een effendisch kant, hè? No!
zoveel niet zo slim is het te slaan. En dan blijft nog nooit zo beschaafd en nog eens gewoon meer laars. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. Dit ding wil ik wensen, want de wereld is in de aarde. Schrijf je niet, je bent ervoor, je laat je in. 17 miljoen mensen, de neus in dezelfde richting komen we eruit met. 17 miljoen mensen, want de wereld is, schrijf je niet, je bent ervoor, je laat je in. En tijd voor een lekker hapje. Oeh, mama pakt een lekker worstje nu aan. Heerlijk, ja. Oh. Kijk eens vader, ook een lekker hapje. Oh, die gaat wel in. Nou, leuk bedacht kinderen. Ja. Hebben we toch ons weer een beetje vermaakt deze quarantaine vakantiedag. Zo, en papa's prinsessen die zitten lekker hier. Lekker kindertv te kijken, hè? Papa kookt. Ja, Luan is nog boven rekens op aan het maken, maar die komt ook naar beneden. Ik zeg zo aan tafel. Morgen weer een andere look? Morgen weer een andere. Morgen ben ik weer 10 jaar ouder. Ja, dan gaan wij nog weer extra maar genieten. Vond je het weer een leuke vlog? Tot even de. Ja, normaal. Vergeet niet te abonneren en klik op mijn belletje. We zien je morgen weer in uw vlog. Lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.